Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazur zegt, de relaties tussen man en vrouw en na huwelijk de problemen die voorkomen, deze problemen zorgen voor bezorgdheid binnen families en huizen. Dus na het huwelijk ontstaan er problemen, niet alleen voor het echtpaar, maar voor beide families
die betrokken zijn. En niet alleen voor de families, ook als het echtpaar kinderen hebben, dan heeft dit ook negatieve effecten op de kinderen. En daardoor verslechtert soms ook het nageslacht ten opzichte van de wereld en ook ten opzichte van religie. En dit zorgt weer bezorgdheid bij de ouders. Aldus, door huwelijksproblemen ontstaan heel veel andere problemen. Op dagelijkse basis ontvang ik in mijn post zaken over huwelijksproblemen. En daarin vragen mensen begeleiding over hun huwelijksproblemen. Aan de ene kant zijn er problemen dat meisjes niet huwen. Vanwege studie. Dus dan trouwen ze ook niet op een jonge leeftijd. En wanneer zij trouwen, en meestal gebeurt dat dan op een hele oudere leeftijd, en dan, omdat er geen onderlinge begrip ontstaat, ontstaan er weer huwelijksproblemen. En ook heb ik gezien dat sommige meisjes negatief beïnvloed worden door hun vriendinnen. En dat die vriendinnen tegen het desbetreffende vrouw zegt dat wij in een land wonen met heel veel vrouwenrechten en dat jij je man moet onderdrukken. En vertellen zij dat zij niet moeten luisteren naar hun mannen. En in andere kwesties zien we dat ouders verkeerde informatie aan hun dochter geven, waardoor er frictie ontstaat tussen de man en de vrouw. Of er beginnen twijfels te ontstaan onderling. En wat ook heel droevig is, meisjes die vanuit Pakistan hier naar het westen komen, wanneer zij de vrijheden hier zien, dan beginnen zij onjuiste bezwaren te uiten of proberen ze op verkeerde manier gebruik te maken van deze vrijheden. En heel vaak, wanneer ze hier zijn, dan beëindigen zij de relaties. En dit is niet alleen wat over de vrouwen gaat, maar ook mannen doen dit ook. En sterker nog, de mannen veroorzaken voor veel meer problemen dan ten opzichte van de vrouwen. En het feit is dat zowel mannen en als vrouwen niet gebruik maken van het spreken van het waarheid. Qawl sadid, een term dat in de Koran wordt gebruikt. Terwijl deze gebod en deze vers waarin opgedragen wordt om waarheid te spreken, worden ten tijde van de nikah, de aankondiging van het huwelijk, wordt dit gereciteerd. Men informeert elkaar niet over de volledige persoonlijke toestand aan elkaar. En ouders moeten ook niet hun kinderen dwingen. En ook omdat er een groot verschil is tussen de educatieve capaciteiten van het echtpaar, daardoor ontstaan er ook fricties. En
Ook zien we dat ook als mannen huwen met vrouwen uit Pakistan of hier binnen de familie trouwen, dan zien we dat op een gegeven moment de man en daarna de gehele familie onrechtvaardigheid bejegend jegens de vrouw. Maar hoe dan ook, of de fout bij de man ligt of bij de vrouw. Of bij de ene familie of bij de andere familie. Niemand kan 100% kwalijk beschuldigd worden van de fout. In sommige kwesties is een vrouw, zit de vrouw verkeerd en in andere kwesties zit de man verkeerd. Dus zoals ik heb gezegd, dit heeft ook negatief invloed op onze kinderen. En we zien ook zelfs voorbeelden dat een relatie heel lang jaren loopt en dan opeens namens de man of namens de vrouw een idee ontstaat dat wij niet meer deze relatie willen onderhouden. En dit heeft uiteindelijk weer negatieve invloed van kinderen die al redelijk oud zijn. Ook wil ik uitleggen. We zien dat bij de jamaat heel veel verzoeken namens de vrouwen komen. Dat zij niet meer de relatie willen doorzetten. In plaats van dat we de verzoeken namens de man krijgen dat zij het de relatie niet meer door willen zetten. Maar we zien dat het en het is een grote bewijs dat kinderen die gescheiden ouders hebben uiteindelijk heel negatief benadeeld worden op verschillende aspecten in hun ontwikkeling. Maar wie ook schuldig is, of het nou de man is of de vrouw, en sommige mannen maken de bezwaar dat vrouwen niet tijd geven en heel erg zelfstandig zijn en niet samen willen wonen. Of andere bezwaren worden er geuit dat ze geen religieuze kennis heeft of vanuit de kant van de vrouw krijgen we meestal het bezwaar dat zij eisen stellen, dat zij een eigen huis willen of eigen grond willen of eigen erfenis willen. En er ontstaan ook problemen omdat men niet de waarheid spreekt over zijn persoonlijke toestand. En zoals ik eerder ook heb gezegd, het spreken van de waarheid is ontzettend belangrijk. Ook namens de vrouw zijn er verschillende wensen. En ook zien we in huwelijksproblemen dat de kwaliteiten van de man heel vaak door de schoonfamilie worden geuit en heel veel negatieve aspecten of tekortkomingen van de vrouw vaak worden benoemd. Of het nou over haar lengte is, of over haar overgewicht, of over haar huidskleur. Ja,
لڑکے والوں کی مداخلت ہوتی ہے. لڑکے لڑکیوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ لڑکے اپنی ذمہ داری شادی کی. Zien we vooral van de kant van de man dat zijn familie heel veel eisen stelt dat de vrouw niet voldoet aan de plichten die zij moet hebben tegenover de man. En ook zien we dat dat Aziatische jongeren die hier opgroeien, die beweren dat wanneer ze 25 jaar oud zijn, dat ze nog te jong zijn en nog niet willen trouwen. Oftewel, er zijn verschillende bezwaren die men tijdens deze huwelijksproblemen probeert te uiten. En zoals ik net heb gezegd, dat scheidingen zelfs plaatsvinden nadat de relatie al jaren bestaat. En meestal de reden om dat men wilt scheiden is dat het meeste kinderachtige redenen zijn om te scheiden. En dat men ongeduldig is en niet geduld tegenover elkaar toont. In één zin kan je alle problemen samenvatten. En dat is dat men steeds meer afstand begint te nemen van religie en dat men meer opgaat in de liefde, in materialisme en voor de wereld. Dus als men deze problemen wilt oplossen, hoort men waarde te hechten aan religie, aan de leerstellingen van religie. Want dan kan men deze problemen oplossen. En deze leerstellingen kunnen we terugvinden in de Heilige Koran, in de overleveringen van de Heilige Profeet en in de leerstellingen in de geschriften van de beloofde Messias. Het is, wij zijn ontzettend dankbaar dat wij moslim zijn en islam hebben geaccepteerd. En dat wij de beloofde Messias hebben geaccepteerd. En de beloofde Messias heeft onderwezen dat wij voorrang moeten geven aan religie boven de wereld. En dit is een motto die we heel vaak herhalen binnen de gemeenschap. Maar wanneer wij juist dit moeten praktiseren, zien we dat heel veel mensen tekortkomen. En er zijn juist heel veel, vooral in huwelijkszaken zien we dat de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat we juist voorkeur en voorrang moeten geven aan het aspect van religie. En als men alleen naar de wereld kijkt en dan alleen maar alsof doet dat hij voorrang geeft aan religie, dan ontstaan er juist heel veel problemen. Dus we moeten altijd onthouden wat de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. En de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat wanneer men wil trouwen, hoort hij het aspect van religie voorrang te geven. Abu Huraira, een metgezel van de heilige profeet, verhaalt dat over het algemeen men voor vier redenen trouwt. Vanwege de rijkdom van een vrouw, vanwege de familieachtergrond van de vrouw, vanwege de schoonheid van de vrouw en vanwege de religie van de vrouw.
Maar het is uw verantwoordelijkheid dat u het aspect van religie voorrang geeft. En mogen God u zegenen in deze keuze. En dit is een advies, zegt de Zoer, die zowel de familie van de man, evenals van de familie van de vrouw, altijd aandacht aan moeten geven. Dus als iedereen voorrang geeft aan religie, dan zullen heel veel bezwaren en eisen vanzelf in één keer teniet worden gedaan. En dan kunnen er geen twijfels voor elkaar ontstaan. En als een man op zoek is naar een religieuze vrouw en voorrang geeft aan religie, die zal dan uiteraard ook zelf zijn handelingen in overeenstemming met het geloof brengen. En als hij dit doet, dan zal er in zijn huis nooit onnodig ruzies en fricties ontstaan. Nog zullen zijn ouders dan onnodig bemiddelen of negatief de familie beïnvloeden. En onze religieonderwijs, hoewel men voorrang moet geven aan religie, is het ook belangrijk dat men istighara verricht, oftewel dat men zegeningen vraagt aan God, dat God zijn keuze zegent. En dat men smeekt tot God dat indien de keuze die ik van plan ben om te gaan nemen, als dit niet goed is voor mij, dat God dan vanzelf een hindernis doet ontstaan. De eerste Khalifa heeft gezegd, de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft ons enorm begunstigd. Want als wij de istighara gebruiken, dan kan men de ware doelstellingen van het huwelijk ook ervaren. En dat men een bron van liefde en vriendschap is voor elkaar. Het doel van nikah is dat is het op zoek gaan naar religie en niet alleen het op zoek gaan naar rijkdom of naar schoonheid. En als men uiteindelijk zijn keuze heeft gemaakt, dan is het belangrijk dat men smeekt tot God met gebeden, dat God men deze relatie uiteindelijk doet resulteren in een vorm van geluk, blijdschap en liefde. Maar men moet onthouden, dit is hoe men hoort te handelen voor zijn bruiloft, maar ook na het huwelijk is het belangrijk dat men voor elkaar bidt en dat het leven met liefde en vriendschap men doorbrengt. En trouwen behoort ook tot behoort tot de belangrijkste taken van de mens. Maar
Er zijn verschillende redenen waarom men trouwt met een vrouw, maar de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat de man en vrouw op bezoek moet gaan naar een echtgenote, naar een levenspartner die goed is in karakter. En omdat men niet altijd kan achterhalen of iemand werkelijk goed is in karakter, daarom is het belangrijk om istighara te verrichten, oftewel smeken tot God dat men de juiste keuze maakt. Hazur heeft gezegd dat in de verse van de Heilige Koran die worden gereciteerd tijdens de bruiloft, daarin staat dat men voor beide families moet zeggen dat men waarheid moet spreken. En dat men moet bidden. En ook heeft de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezegd: Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Mogen God u zegenen en zegeningen over u doen komen en al het goede dat voor u beide en al het goede voor u beide tezamen brengen. En dit is een smeekbede die men ten tijde van de bruiloft aan elkaar zegt. Sommige mensen onder invloed van Indo-Pakistaanse achtergrond, die hechten heel veel belang aan familieachtergrond. Terwijl God zegt dat men hoort te bidden tot God. En dat men voorrang moet geven aan het geloof. En in plaats daarvan, in plaats dat men gaat bidden, zien we dat zij meer voorkeur geven aan familieachtergrond. De beloofde Messias heeft gezegd: men moet alleen ten tijde van het kiezen van de juiste echtpaar of de ander werkelijk oprecht is, goede karakter heeft en godvrezend is. In religie maakt het niet uit tot welke natie of familieachtergrond iemand heeft. Wat wel de geloof zegt, dat men kijkt dat men dat er overeenkomsten zijn, heersende overeenkomsten zijn, en dat men werkelijk op verschillende niveaus dat ze beide gelijken zijn, het echtpaar. De beloofde Messias was eens een keer met hem, met iemand in gesprek, en iemand vroeg aan hem: een Ahmadi wou zijn dochter huwen met een andere Ahmadi, maar zij waren niet gelijk qua status of andere achtergronden. Lekin ye amar aisa nahi
De beloofde Messias eist, hoewel dit geen verplichting is, maar de voorkeur gaat inderdaad wel uit dat men kijkt of beide hamkofof zijn, oftewel gelijken zijn. Iedereen hoort zelf met wijsheid dat te beoordelen. Sommige mensen geven veel waarde aan familieachtergrond. En Khalifa Awwal heeft eens een keer, de tweede Khalifa heeft eens een keer daarover gezegd, dat eens een keer kwam iemand bij de eerste Khalifa en die zei: ik ben Sayyid. En de internet valt uit. De internet is weer terug. En de Khalifa Awwal gaf antwoord. En de internet is weer weg. Excuses voor de slechte verbinding. Het beeld loopt vast, dus ik hoor niks meer. Hij is aan het bufferen. Azur haalde een verhaal aan om aan te tonen dat mensen onnodig arrogant zijn over hun familieachtergrond, terwijl in werkelijkheid zij zelf ook over heel veel tekortkoming beschikken. Daarom hoort men niet te veel waarde te hechten aan familieachtergrond of ras of natie. En het beeld zit weer te bufferen. Excuses, ik zit nog steeds te wachten. Dat hij de internetverbinding pakt. Excuses nogmaals, het blijkt niet goede verbinding te zijn. Het is weer goed. Excuses nogmaals. En Azur zegt dat sommige mensen uit arrogantie proberen zij een huwelijksovereenkomst te lang uit te stellen. En Azur zegt: het is ook verkeerd dat als men een huwelijksovereenkomst heeft gesloten en dat men dat deze opeens afkeurt, omdat ze een betere voorstel krijgen. Een Ahmadi, moslimvrouw, over het algemeen, respecteert de keuze die gezamenlijk wordt gemaakt na overleg met de ouders. En sommige mensen die komen voor een huwelijksaanzoek, zij uiten soms zulke opmerkingen die heel kwetsend kunnen zijn voor de vrouw. En dit is onjuist en verkeerd. Dus als wij
de leerstellingen volgen van de religie, is het onmogelijk dat wij ooit een vrouw, de gevoelens van een vrouw kunnen kwetsen. En nog kan het voorkomen dat iemand arrogantie uit. De beloofde Messias heeft het volgende gezegd over het doel van het trouwen. De leer van de Koran onderwijst ons dat men juist moet trouwen uit godvrezendheid, zodat men godvrezend blijft. En zodat men bidt voor een vrome kind. Zoals in de Heilige Koran staan. Mosinina gera musafihin. Dat het doel van het nikah is, zodat u dat u beschermd wordt en een kuis leven leidt. En als men niet trouwt, dan ontstaat er ook geestelijk verval, maar kan men ook in heel veel wereldlijke ziektes of problemen ervaren. Het doel van shadi is kuisheid. Nummer 2, gezondheid. En 3, het krijgen van kinderen. Dit zijn 3 essentiële doelstellingen van trouwen. Dus in plaats van het kijken naar wereldlijke aspecten, hoort men naar het geloof te kijken. En dan hoort men deze 3 stoelingen in acht te houden en te trouwen. In sommige huizen zien we dat er ruzies ontstaan. Dat de man geen eigen huis heeft. En hij woont dan met zijn ouders. In sommige omstandigheden is dat werkelijk zo dat een man geen eigen huis kan financieren. Dit is een uitzondering. Maar ook de vrouw moet hiermee geïnformeerd zijn dat het verkrijgen van een aparte huis financieel niet mogelijk is. Maar soms zien we dat de vrouw en de familie van de vrouw onnodig haasten over dit punt en dan ook besluiten om te scheiden. Maar aan de andere kant zien we ook dat sommige mannen juist opzettelijk geen eigen huis kopen. En excuus is dat de ouders heel oud zijn. Terwijl andere broers en zussen samen met hun ouders wonen. En nog, als men kijkt naar de gezondheid van de ouders, is die meestal ook goed. Wat zegt de islam hierover? God zegt in de Heilige Koran: Hazur leest nu een vers uit de Heilige Koran, een lange vers. Min buyutekum, o buyute abaikum, o buyute ummahatekum. De vertaling van de zojuist gereciteerde vers is: het is niet verboden dat u op bezoek gaat bij uw ouders of bij uw andere familieleden om een maaltijd te eten. De eerste Khalifa concludeert hieruit: De eerste Khalifa zegt:
dat er heel vaak huwelijksproblemen ontstaan. En de Koran, als u de Koran praktiseert, daarin staat, in dit vers, dat huizen juist apart moeten zijn. Dat ieder zijn eigen huis moet hebben. En daarom, want in dit vers staat, het is niet verboden dat u op bezoek gaat naar uw ouders. Dit gebod kan alleen logisch zijn, rationeel zijn, als werkelijk de kinderen een eigen huis hebben en eens een keer op bezoek gaan bij hun ouders. En wanneer iedereen een eigen huis heeft, dan zullen ze hun verantwoordelijkheid voelen ook, jegens de ander. En tijdens de huwelijksaanzoeken zien we ook dat sommige mensen niet de huwelijksaanzoek accepteren als de man niet een eigen huis heeft. Dit druist ook in met het gebod dat men... Want ware, als de relatie gefundeerd is op liefde, dan kan nooit ruzie ontstaan. En we zien ook de jonge missionarissen die nu op zoek zijn naar een huwelijk, zien we dat heel veel, dat hun huwelijksaanzoek wordt geweigerd omdat zij financieel niet rijk zijn en geen eigen huis bezitten. En dit is ook verkeerd, druist ook in met het geloof. In de Heilige Koran staat Wa'ashiru hunna bil maruf, en behandel hun met vriendelijkheid. Dit gaat over hoe mannen vrouwen moeten behandelen. De vers gaat verder. En als u iets merkt wat u afkeert, dan is het mogelijk. Het is mogelijk dat u iets afkeurt en dat God uiteindelijk toch er heel veel zegeningen erin voor u legt. En de eerste geliefde heeft geadviseerd, ook al als u iets minacht, moet u toch uw vrouwen goed blijven behandelen, want God heeft gezegd, het is best mogelijk dat u iets afkeurt, maar dat er uiteindelijk heel veel zegeningen daarin voor u zijn. Dus het is heel belangrijk dat u ten alle tijde de gevoelens van de vrouw respecteert en haar altijd met vriendelijkheid bejegent. Dit is een belangrijke advies voor die mensen die hun gedrag niet juist hanteren jegens de vrouw. Zelfs over de zaken die werkelijk gerechtvaardig zijn en dat de vrouw iets verkeerds doet, dan nog hoort u volgens de leerstelling van de Koran haar met vriendelijkheid, met geduld, hoort u met haar om te gaan. Dus op verschillende manieren heeft God dus in de Heilige Koran opgedragen dat men de vrouw op gepaste wijze moet behandelen. En ook zien we dat soms mannen een tweede vrouw willen en daardoor ontstaan er ook ruzies. Mannen moeten onthouden, hoewel er in de islam een tweede huwelijk mogelijk is, maar dit is vastgebonden aan strenge voorwaarden. En niet dat u... Dus niet alleen dat, dus in een toestand dat u een gelukkig leven heeft, dat u kinderen heeft, is er totaal geen rechtvaardiging om nog een vrouw te nemen. En de beloofde Messias heeft hier uitvoerig
over gesproken. De beloofde Messias heeft gezegd: u hoort de regels van God niet in tegenstrijd met de wil van God te gebruiken. En deze regels zijn niet onderwezen zodat u uw hartstochten kunt vervullen. Dit is onjuist. U hoort te onthouden. Dit is een grote zonde als u dit doet. God zegt herhaaldelijk: u mag niet onkuis zijn. U moet juist Godvrezend zijn. En uw daden moeten gebaseerd zijn op Godvrezendheid. Mensen die meer dan één keer trouwen slechts om hun wensen te vervullen, dit is een grote zonde. Als u slechts voor uw hartstochten dit doet, dan is dit verkeerd. Het is verkeerd dat u uw eerste vrouw verlaat om een andere vrouw te krijgen. Niet alleen ontucht is zonde, maar het is ook een zonde dat er hartstochten in het hart ontstaan. In de Heilige Koran staat: lach weinig en huil meer. Dat is hoe uw leven moet zijn. Dus u moet niet alleen uw genoegens navolgen, uw wereldlijke nagenoegens navolgen. Als iemand alleen maar heel veel huwelijken doet en alleen maar dit doet om zijn genoegens te vervullen, dan kan hij nooit de manifestatie zijn van weinig lachen en meer huilen. Hoewel God sommige dingen toegestaan heeft, betekent dit niet dat u hele leven toegewijd voor dit soort zaken moet zijn. Gelovigen zijn zij, rukka en sujadam wa qiyama, mensen die hun tijden doorbrengen in gebeden en zich neerwerpen tot aarde en buigen tot God. Dit zijn de eigenschappen van Godvrezende mensen. Als iemand dit doet, vereenzelvigt hij iemand met God. We zien in het leven van de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi, ondanks dat hij meer dan één vrouw had, zien we dat hij de meeste tijd doorbracht in aanbiddingen van God, in het smeken tot God. Het is alleen toegestaan als men werkelijk een gerechtvaardigde reden heeft om nog een keer te trouwen. In zo'n situatie is dat mogelijk. Dus dit is een belangrijke vraag die ieder aan zichzelf moet stellen die wenst om nog een keer te trouwen. Heeft u werkelijk een rechtvaardige reden of is dit slechts om uw genoegens na te jagen? Iemand die meer dan één keer trouwt slechts om zijn genoegens na te jagen, die heeft niet de essentie van de islam begrepen. En dit is een teken van geestelijk verval. Ook heeft Khalifa Abul, de eerste Khalifa, en dit is een advies aan vrouwen, dat als werkelijk zo'n reden ontstaat, dan moeten vrouwen ook geen bezwaar maken, maar vrouwen moeten juist bidden tot God dat nooit zo'n situatie ontstaat, dat man werkelijk meer dan één keer hoort te trouwen. Dus
De reden dat islam meer dan één keer trouwen onder specifieke toestanden toestaat, is dat islam een leerstelling presenteert die antwoord geeft ook op uitzonderlijke gevallen. Dus bijvoorbeeld in een situatie dat een vrouw een levenslange in een ziekte... Dat een vrouw een ziekte ondergaat waardoor de vrouw lichamelijk niks meer kan doen. En dat in zo'n situatie, wanneer de man ook geen kinderen meer kan krijgen van die vrouw, en dat de vrouw een ongeluk heeft gehad of wat dan ook, in zo'n uitzonderlijke gevallen is toegestaan dat hij ook zorg voor de eerste vrouw en ook een tweede vrouw neemt. De islam is, om een metafoor maar te gebruiken, is een winkel waarin men een medicijn en een remedie kan vinden tegen iedere ziekte. Daarom stelt de islam ook deze toestemming onder bepaalde omstandigheden. De eerste Khalifa zegt dat de Koran onderwijst niet alleen rechten van de man, maar onderwijst juist ook rechten van de vrouw. En ook de vrouw is toegestaan als een man in zo'n situatie terechtkomt, dat zij scheidt van hem en een andere man neemt. Dus daarom hoort u te bidden dat God u beschermt en dat deze toestand nooit ontstaat. Iemand die onrechtvaardig is en een tweede vrouw neemt, die is ongetwijfeld onrechtvaardig en zal verantwoord moeten afleggen bij God. Maar als u vroom wordt in de ogen van God, dan zal uw man uiteindelijk ook vroom worden. Dus hoewel een man onder bepaalde omstandigheden meer dan één keer kan trouwen, is de advies die de eerste geliefde aan de vrouw zegt, geeft dat zij moeten bidden tot God dat nooit zo'n toestand ontstaat. Dus Hazur vertelt ook dat vrouwen juist moeten met een oprechte hart moeten bidden tot God. Mogen God mannen en vrouwen van de gemeenschap dat zij hun huwelijksproblemen oplossen in het licht van de leerstellingen van de islam en dat zij hun huwelijk doorbrengen volgens de leerstellingen van de islam. En mogen altijd de vrees van God voor ogen zijn en de liefde van God voor ogen zijn. En mogen mensen inzien dat men niet alleen vanwege materialistische redenen moet trouwen, maar men moet ook religie voorrang geven. En dat het nageslacht uiteindelijk religieus wordt en een relatie heeft met God. En dat zij de islam dienen.
en zodoende zegeningen van God ontvangen. Na namaz zal ik een aantal janazas voorlezen van overledenen. De eerste janaza is van Mohammed Nawaz. Hij is overleden in Duitsland op 85-jarige leeftijd. En hij was de schoonzoon van een metgezel van de beloofde Messias. En zijn vaders kregen geen kinderen. En andere mensen zouden bezwaar maken, jij bent de Ahmadi, daarom komt dat. En toen heeft zijn vader gebed gedaan tot God dat als ik een kind krijg, dan zal ik deze toewijden voor het geloof. En uiteindelijk heeft hij 5 kinderen gekregen. Dus de meneer in kwestie was ook toegewijd voor het geloof. En hij heeft heel zijn leven de gemeenschap gediend. En in verschillende afdelingen en in verschillende hoedanigheden heeft hij de gemeenschap gediend. Hij had heel veel ambitie om tabligh te doen, mensen uit te nodigen tot de islam en over de islam te vertellen. En hij had heel veel liefde voor de heilige Koran. En niet alleen liefde zelf, maar hij vond het ook leuk om de Koran te onderwijzen aan anderen. De tweede janaza dat was een Sadr Jamaat hier in Londen. ...81 jaar was hij. Zijn vader heeft in Ghana was hij in dienst. Hij was de principal van de school. En hij heeft ook in verschillende hoedanigheden de jamaat gediend. Hij was Sadr Jamaat van Surbiton. Hij was heel standvastig en, in het verrichten van het gebed. Heel vroom en oprecht in karakter. Hij heeft 2 dochters en 2 zonen en zijn moeder leeft ook nog. Zijn vrouw schrijft, hij was een heel rustige man en hij zou zijn kinderen onderwijzen dat het gebed heel erg belangrijk is. En hij is altijd bezig geweest in het dienen van de gemeenschap. En hij was een hele lieve man. En hij zou heel op een vrijdag zou hij de kinderen vragen van wat Hazoer in de vrijdagpreek heeft gezegd. En zodoende wou hij de boodschap van Hazoer aan kinderen ook onderwijzen. En het belang benadrukken van het luisteren van de vrijdagpreek. En nog twee janaza's. Dit is de kleinzoon van de tweede geliefde. Hij is ook overleden in de Lillahi wa inna ilayhi rajiun. En
Zijn moeder is nog in leven. Mogen God haar standvast geduld geven. En hij een bijzondere eigenschap is dat hij voor armen zou zorgen. Met heel veel sympathie en liefde, zelfs heel veel mensen hebben mij geschreven. En hij was ook een dokter, dus hij zou armen ook gratis behandelen. Hij had 2 vrouwen en mogen God hem zegenen. Nog een janaza ghaib is van Aminullah Khansa. Hij is 28 februari overleden in Amerika. Hij heeft als missionaris gediend binnen de gemeenschap. In de tijd van de tweede Khalifa werd hij missionaris. Abdul Majid Khan Saab was zijn vader. En hij heeft zijn zoon toegewijd voor het geloof na oproep van de tweede Khalifa. En hij heeft uiteindelijk in zijn leven ook zelf schriftelijk ingediend dat hij het geloof wil dienen. In 1957. Zo vertelt nu een aantal jaren waarin hij verschillende diploma's heeft gehaald en studies heeft afgelegd. En hij heeft een lange tijd in Amerika ook gediend. Ook in Liberia heeft hij gewerkt. Toen hij 23 jaar was, werd hij naar Amerika gestuurd. Vooral via kranten en de media heeft hij ook heel vaak iets over islam kunnen vertellen. Toen de derde khalifa in Liberia op bezoek ging, en over Aminullah Khan Saab zei een lokale persoon, he is very forceful. En de derde geliefde zei over Aminullah Khan, he is very forceful without using any force. Hij was getrouwd met een kleindochter van een metgezel van de beloofde Messias.
Hij heeft 1 zoon en 1 dochter. En mogen God hem opnemen in zijn genade. En hun doen toenemen in zegeningen. En ik zou hierna hun janaza raib verrichten. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ